Ja, en de start is gevallen. Prima start van Hellcat, want die gaat vanuit de tweede band de leiding nemen. Hellcat komt aan de buitenkant het hele veld voorbij en pakt nu de kop. Erol Guy ligt op plaats 2 en daarachter gaat van de benen Helice de Trezon. Leek te gaan draven, maar toen bedacht Helice zichzelf en gaat nu de achtervolging inzetten in draf, maar ligt wel laatste. Ze gaan een paar de eerste bocht door. Hellcat leidt daar. Daarachter ligt Erol Guy en daarachter op plaats 3 is het Happy Tolleville. Vierde plaats voor Imperial Moco. Vijfde plaats daarachter is voor Harmonieus Wel. En een paar lengte daarachter gaat weer aansluiten Helice de Trezon. Paard in de rechterlijn overzijde. En zo zit Miras het liefst achter Hellcat met de handen vol. En hij gaat ook de eerste tussentijd neerzetten. Hellcat leidt, Erol Guy op plaats 2. En daarachter op plek 3 Happy Tolleville. De eerste tussentijd is 1.21 rond. Daarachter gaat Imperial Moco makkelijk mee. Wordt gevolgd door Harmonieus Wel. En ook weer aan de start van het veld Helice de Trezon. Paarden achter elkaar de linkerbocht in. De Tjarda bocht met Hellcat die makkelijk leidt voor Erol Guy. Daarachter op de derde plaats ligt Happy Tolleville. Geen wijziging op dit moment, ook niet een al te hoog tempo. Vierde plaats daarachter is voor Imperial Moco. Vijfde is Harmonieus Wel. En zesde Helice de Trezon. Paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. En er komt wat beweging in de start van het veld. Ruud Pols gaat een half spoortje naar buiten, maar ook niet meer dan een half spoortje. Hij gaat ook gelijk weer terug naar binnen. Zo blijven ze achter elkaar en komt de volgende tussentijd eraan. De eerste was 21, de tweede is 23,5. Eerste kilometer dus in 22 en een beetje. Hellcat leidt. Hellcat kan veel harder dan 22 en gaat nu alvast de versnelling inzetten. Hellcat mag nu wat harder van Jeffrey. Daarachter op plaats 2 Erol Guy die aansluit. Daarachter doet Happy Tolleville hetzelfde. Dan volgt Imperial Moco. Daarachter Harmonieus Wel. En daarachter wordt het steeds moeilijker voor Helice de Trezon. Zijn tempo omhoog gaat en van achteraf moet hij nog komen. Dan wordt dat een flinke klus. Paarden in de rechterlijn overzijde. En daar leidt Hellcat makkelijk. Tempo ging wel even omhoog, maar tempo is zeker niet al te hoog. En Hellcat wordt nu een beetje wakker gemaakt door Jeffrey. Mag ook wel even, want Erol Guy laat zich in het tweede spoor zien. En zo gaan we de volgende 500 meter paal voorbij. 1.19.8, de eerste keer onder de 1.20 in deze koers. En dan wordt het een eindsprint in de laatste 500 meter. Hellcat leidt makkelijk. Erol Guy ligt op plaats 2. Daarachter gaat binnendoor Happy Tolleville. Aan de buitenkant gaat Imperial Moco. Imperial Moco die het even moeilijk heeft in die bocht. En ze zijn halverwege de Tjarda bocht. Uit de start van het veld komt vierdik naar voren. Helice de Trezon. Hellcat probeert te vluchten. Erol Guy probeert aan te haken. En Happy Tolleville zoekt naar vrije ruimte en heeft dat ook gevonden. Paarden in de laatste rechte lijn. Hellcat leidt makkelijk. Hellcat heeft twee lengte voorsprong. Aan de buitenkant komt Helice de Trezon. Binnendoor Erol Guy. Gaat allemaal om de plaatsen, want voorlopig is het helemaal alleen Hellcat. 13-6. Zie je wel, het kan wel harder. Hellcat wint hier heel makkelijk. Hellcat is de winnaar. Eigenaar Jan Stins. Daarachter op plaats 2 Erol Guy. En derde is Happy Tolleville.